Lucerne komt toch een beetje op tussen het gras. En we hebben zonnebloemen. Ik heb al één zonnebloem geoogst en die heb ik gelijk gezaaid in het veld. Dit heb ik op een hele efficiënte manier gedaan. Nou, hier is de phacelia bijna uitgebloeid, ook al in zaden. Ik weet niet of die zonnebloemen... De zaden waren wel rijp, maar normaliter droog je ze eerst voordat je ze gaat zaaien. Deze waren gelijk vers in de grond gestopt. Maar deze kunnen we als voorbeeld wel zaaien, hoe ik die zonnebloemen samen met deze phacelia heb gezaaid. Nou, je pakt gewoon de planten die je niet zo speciaal vindt. Die haal je zo uit de grond. En dan ontstaat er vanzelf een gat in de grond waar je de zaden kan doen. En dan kan je het zand daar weer overheen strooien. En dan heb je hier weer een nieuw gat waar je weer zaden kan doen. En zo kan je eeuwig door blijven gaan. Deze plant die overal tussen groeit is melde, een hele sterke plant. Niet gewenst op deze plek. Maar ja, de natuur doet wat het doet en het was al bij al toch wel een leuk veldje voor de bijen. Ik zie al een paar zonnebloempjes die ik samen met de phacelia in de lente had gezaaid. Dus het is nog niet helemaal klaar. Hier en daar bloeit nog wat en ik had ook nog wat van die bonen gezaaid samen met nieuwe zonnebloemen. Hier zonnebloempje, zonnebloempje en hier die bonen. Welke bonen het precies worden weet ik niet. Het was een bonenmix van de winkel. Wel de biologische winkel, dus niet behandeld die zaden. Nou, er zitten nog wat leuke bloempjes hier en daar. Poenen gaan ook super. Het is 21 juli en de pompoenen zijn heel mooi gegroeid. Ze gaan nu lekker schapenwei binnen. Er zitten echt nog een paar joekels tussen. Bij nog meer al die gele dingen. Dat worden mooie oranje pompoenen hopelijk. Ik ben blij dat deze zonnebloemen nog niet aan het bloeien zijn. Dan komen ze lekker laat in zaden en dan in de herfst hebben de vogels lekker wat zonnebloemzaden. Dan kunnen wij dan mooi vanuit het raampje zo bewonderen hoe de vogeltjes dan de zaadjes pakken. Heel weinig walnoten aan deze boom. Ik zie er maar één. In die groene, grote, ronde ballen, daar zit wel één walnoot. Hier de skimmia's heb ik lekker in de grond gezet. Als het goed is zijn ze net wat sterker dan de rhododendrons. En dan kunnen die skimmia's mooi groot worden.
Hier nog wat meer skimmia's. Misschien wel de juiste vervanger voor de rhododendrons. Die hebben toch wel last van die droogte. Het eiland is weer mooi groen en de schapen eten mooi de zuring weg. Dus die maken het weiland ideaal voor de paarden straks. Een stuk beter dan Zuid-Europa nu. Wat een ellende zeg. Boven de 40 graden. Dat gaat er niet goed. Nou, dan kan je het takje wilg doet het goed. Die is aangeslagen. En die kan dan een mooi struikje worden waar de paarden van kunnen snoepen. Heel medicinaal en goed tegen de wormen. En er schijnt ook zelfs een beetje een pijnstiller te zijn voor de paarden. Het is fijn als de paarden ook daar af en toe een hapje van kunnen nemen. En deze is meer voor onszelf. Niet giftig voor paarden. Een mispel. Oude vruchtenboom. Tegenwoordig niet meer zo populair. Maar deze doet het ook goed aan de bosrand. Deze houdt van de bosrand. Deze heeft schaduw nodig. Nog meer walnoten. En weer een klein pompoentje. Dit is een walnoot die hebben we gekregen. Dit is een zaailing. Dus die krijgt iets minder goede productiewalnoten. Maar die is misschien wel wat sterker dan de gekweekte, de geënte walnoten. Hier nog een klein pompoenplantje. Beetje te laat, denk ik, om nog te ontwikkelen of tot een succesvolle pompoenleverancier. Maar je weet maar nooit. Ik heb hem een beetje geholpen met deze wat weg te breken en als compost eromheen te gebruiken. Deze kleine zonnebloemen komen nu al in bloei. Die blijven zo klein door die droogte. Ik heb geen water gegeven en ja, dan zie je dat gelijk in de resultaten. Het is wel een hele goede plant voor de bodembedekker voor de fruitbomen. Deze haalt de voeding van diep uit de grond. Deze heet de smeerwortel. Deze smeert de grond goed straks voor deze walnootboom. Ook al is de walnootboom op zich een plant, een boom die juist van kalk en goed water doorlatend. Die kan het bijvoorbeeld goed doen op de droge, hoge kalkgronden in Frankrijk. Maar ja, een beetje extra voeding is nooit verkeerd. Nou, dat kan vooral speren. Doe dat niet goed hier op de droge zandgrond. Ik heb wel wat extra mest weer gegeven. Ik kan het nog niet in mijn hart verkrijgen om ze helemaal uit de grond te halen. Nou, de paarden bemesten hier de boel goed. Ho ho. Afstand houden. Laat de paarden nooit dichtbij komen, want ze zijn gewoon gevaarlijk. Ze kunnen schrikken. Laatst hadden we weer een terug. Kst. Hup. Hup. Terug. Ze kunnen schrikken en ze hadden laatst bijvoorbeeld al een dodelijk ongeluk veroorzaakt. Mevrouw heeft het overleefd, maar zonder ziekenhuis was ze langzaam gestorven. En dat vergeten mensen vaak tegenwoordig met dieren. Mensen komen steeds meer los van de natuur. Dat is niet goed. Ja, liefie. Nou, op zich is dat wel heel vertrouwelijk als een paard zich zo lekker op de grond gaat liggen.
Maar dat is wel de speelsigheid waar je ook voor moet uitkijken. Mooie vuilniswagen. Met dat ongeluk, daar was het paard ook geschrokken van zo'n wagen. Niet van een vuilniswagen, maar van een pakjesbezorger. Die reed even langs de paardenwei waar die mevrouw met haar paard aan het knuffelen was. En ja, zo'n paard schrikt. En voordat je het weet is er een dodelijk ongeluk. En zo'n hoef, ja, als die op je hoofd staat, dan ben je dood. Dan is de huid van je hoofd weg. Horror. Blijf maar daar. Blijf. Ik moet altijd naar de oren kijken. Kijk, de oren staan nu naar me toe gericht. Op zich is dat een goed teken. Ja, ze worden straks naar binnen gehaald, denk ik. Dus vandaar dat ze een beetje wild zijn. Oké, kom maar terug. Ze zijn ook nieuwsgierig. En sommige mensen die vinden dat alleen maar leuk en die laten de paarden helemaal in hun buurt komen. En ja, dat is echt gevaarlijk. We staan wel boven het paard. We zijn niet gelijkwaardig met het paard. Want de paarden hebben zelf ook een onderlinge rangorde. En als er een nieuw paard in de groep komt, dan wordt er vaak ook een beetje opgejaagd. En voordat er een nieuwe natuurlijke balans komt, een natuurlijke rangorde. En tegenwoordig, ook met die GroenLinkse D66 politiek, komen allemaal ideeën van nou, misschien is de mens niet bovenaan de rangorde, maar dan hebben ze bijvoorbeeld dan een wolf of andere rare ideeën. Terwijl dat natuurlijk niet de realiteit is waar we mee te maken zouden moeten hebben. Kijk, dat paard komt recht op je af. Huh? Ho! Goed zo, dat is braaf. Ze niet in je aura komen. Daar. Terug naar achter. Kst. Hup. Naar achter. Hup. Kom. Hup. Naar achter. Kijk, als hij schrikt en hij heeft zo'n achterpoot op je. Levensgevaarlijk. Paarden zien er lekker ontspannen uit. En als ik geen mobiel bij me had, dan had ik ze ook eventjes kunnen troetelen hoor, als ze naar me toe komen. Maar vandaag niet. Die lichaamshouding is erg belangrijk. Het omgaan van dieren. Het is goed luisteren. Ze zijn heel nieuwsgierig. Kijk, nu blijft hij een beetje daar. Dat is op zich wel aardig. Misschien wil hij gewoon een eitje hebben. Nou, kom maar. Kom maar, liefie. Nee. Vindt hij wel goed? Ook tegenwoordig een management training. Want een paard is een goede spiegel van jezelf. Als je een goede manager bent en je leert hoe je een paard meekrijgt, dan kan je die kennis ook toepassen op mensen. Hoe krijg je ervoor dat mensen met positiviteit met je meegaan? Ja, ze worden straks opgehaald en dan krijgen ze ook lekker een bakkie voer op de manege. Dus vandaar dat ze zo geïnteresseerd in mij zijn.
dit is het kleine paradijsje. Beschermd door de gevaarlijke paarden. Hier komen de vogeltjes, je ziet allemaal zwaluwen in de lucht. Ja, het is mooi, ja, groen, bloemetjes zie ik. We hebben het goed. Zonnebloemen zijn niet zo hoog geworden door de droogte, maar deze heeft wel allemaal verschillende. Heel leuk. Nou, als die mooie zaden krijgt, dan wil ik die wel oogsten. Dan kan ik die weer zaaien voor volgend jaar. Heel nieuwsgierig, de paarden. Het is echt een mooi gecultiveerd dier. Helemaal ontworpen om de gunsten van de mens. Eeuwenlang fokken en kweken tot een dier wat we kunnen gebruiken als vervoermiddel. Heel nuttig dier is het. Heel mooi dier, heel therapeutisch dier. Ja. Die oren zo naar voren staan, dat is een heel mooi teken. Dan luisteren ze, dan heb je ze aandacht. En lichaamstaal van het paard, ja, dat is zo leuk om dat te ontleren. Dus mocht je geld te veel hebben, neem een paard. Wel belachelijk duur hoor, je kan het beter aan een school in een arm land geven. Nou ja, als je een beetje egoïstisch bent, dan neem je gewoon lekker een paard. Want het is zo goed voor je ziel en voor je zelfontwikkeling. En je hebt ze in allemaal kleuren, soorten, maten, prijzen. Super. En we hebben hier nog weinig stikstof ellende. Paarden poepen ook, maar niet van die natte graspoepjes van de. Oké, dan schrikken ze een beetje en als je er net tussen staat. Oké, de oren staan erachter. Deze staan ervoor. Ze zijn een beetje onrustig. Dat komt denk ik omdat ze straks lekker gaan rijden, voer krijgen. Een beetje speels. Ja. Ze zijn heel zacht als ze niet te schrikken. Het zijn hartstikke leuke dieren. Nou, hier ontstaat dus ook allemaal zaad. En die waait dan hopelijk mooi lekker het veld in. Zodat we mooie weiden hebben. En dat de kruiden mooi over het hek heen gaan groeien straks en hangen. Zodat de paarden lekker kunnen snoepen. Nou, hier is nog wat meer lucerne. Ik doe niet zo heel goed op deze arme grond. Knuffelkonten en sommige paarden. Ze willen graag werken. Als je deze in het wild zou laten, zou ze hartstikke ongelukkig worden. Deze zijn gewoon gemaakt, net zoals sommige honden. Die vinden het leuk om te werken voor de mens.
Die ziet er nog wel heel mooi natuurlijk uit, hè, deze. Die komt met de oren een beetje zo naar achter naar me toe. Nu de oren naar voren. Paarden vinden het ook niet leuk als je in de persoonlijke punt komt. Ze hebben graag een beetje persoonlijke ruimte. Net zoals ik zelf, als paarden te dichtbij komen, dan jaag ik ze weg. Als je dan te dichtbij een paard komt, dan gaan de oren ook naar achter. Voor hun is dat niet echt een beloning. Als ik nu mijn hand bijvoorbeeld achter de nek, of waar het gewoon kwetsbaar is voor zo'n vluchtdier, dan gaan de oren vanzelf naar achter. Kijk maar. Oh nee, deze valt wel aardig mee. Maar in het algemeen vinden ze dat niet zo fijn. En vinden ze het fijn om een beetje persoonlijke ruimte te behouden. Ik denk dat ze zo ook een beetje de rangorde hanteren. Respecteer mijn persoonlijke ruimte. En dan wel een beetje in de ruimte van de ander komen. En zo een rang hoger komen. Nog een wilg. Paardenmedicijn. Deze kunnen paarden ook eten. Zwarte bes. Dan een kastanje. Een mooi gemulch. Met oude paardenbes. Met voornamelijk stro. Daar gaan de ringslangen ook trouwens lekker in. En wat snoeiafval van de laurier. Dat doe je snoeiafval binnen, is niet lekker, dus we gaan ze niet eten. In het algemeen weet een paard hartstikke goed wat hij wel moet eten en niet moet eten. Maar toch zorgen we ervoor dat we geen giftige dingen in de wei hebben. Dus daar nog een Sint-Jacobs kruiskruid. Die blijft ook netjes overeind, want de paarden weten dat het giftig is, dus die beven er vanaf. Maar toch halen we ze weg, want ze krijgen allemaal zaden en dan staat het veld straks vol met giftige planten. Dan krijg je zo. Krijg je zo'n half dood paard en dat moet je niet hebben. Dus alles en Jacobs kruiskruid die we tegenkomen halen we weg. Maar die komt vanzelf wel weer terug, want in de omgeving staan genoeg bermen en weiden waar nog wel het kruid staat. Dat is wel niet erg, want voor de bijen is het hartstikke goed. Maar voor ons bedrijf is er niks, die Sint-Jacobs kruiskruid, ja. Jeetje, is dat paard aan het doen, zeg. Heeft die jeuk aan zijn bil. Ja, kriebel. Jeetje. Ja, dat heb je soms, hè. Lekker. Ik zie wel allemaal dingen in de wei liggen. Dat wil ik even mee terugnemen. Daar zie ik een hoofdstelletje. Ik zag daar nog een hoofdstelletje. Vliegen dingetjes, hè. Irritant te vliegen. Het wordt meer een paardenvlog. Ik heb wel lang haar, maar ben geen paardenmeisje. Laten we het weer over de belangrijke dingen in het leven hebben. Zonnebloemen. Je hoort de sprinkhanen. Nou, deze Echinacee, die leek dood door de droogte, maar hij doet het nog steeds. Zonnehoed. Super. Een nieuw holletje. Vers holletje. Ik denk niet van Kimmy, maar van een konijntje of zo. Bijenvoer. Phacelia. Mooi vlindertje. Zielige Echinacee. Hele kleine zonnebloempjes.
heb hier ook nog ergens een meloenplantje. Hier. Hier heb ik een lekkere paardendrol gevoerd. De pompoenen hebben niet overleefd helaas, zit ik hier ook gezaaid. En hier ga ik altijd mediteren. Heerlijk. Paradijselijk gewoon. Ik heb nog wel één pompoen. En die heb ik stiekem een beetje geholpen. Als ik geen wandelaars zag, kon ik even snel een plasje doen. Dat heeft geresulteerd aan deze mooie grote pompoenplant. En verder heb ik hem nog een beetje verwend met een beetje paardenmest. En ja, hij kruipt. Dat is hartstikke leuk. De bellen, zweefvliegjes, we hebben het allemaal. En ik zei, ik had het over paardenmeisjes, maar even voor de duidelijkheid, paardrijden is een hartstikke enge sport hoor. En het is niet voor meisjes. Dus alle heren die paardrijden heel goed. En het is onzin dat het voor meisjes is, want het is een hartstikke gevaarlijke. En ik vind crossmotorrijden minder eng dan paardrijden. Een crossmotor heb je onder controle en een paard heb je niet onder controle. Nou ja, als je een beetje professioneel bent, dan heb je een paard snel weer onder controle. Maar als je een beetje een jong paard hebt, weinig ervaring en een heet hoofdpaard, dan heb je toch vaak te maken met schrikgedrag en een nerveus paard. En ja, ik weet niet, ik word er zelf niet echt vrolijk van. Ik heb liever een crossmotor. Een lieve heersbeestje. Die gaat het bladluis opeten. Bedankt voor het kijken. Subscribe en like.